Het Vlaams Parlement organiseert elke maand een optreden van aanstormend Vlaams muzikaal talent. Dit gebeurt in samenwerking met Poppunt. Ook het tweede optreden kadert binnen Stoemp, een Brussels avondcircuit van gratis caféconcerten. Als voorsmaakje van het avondconcert treedt JFJ de band op, tegen de achtergrond van de scenografie van de Raoul de Keizer tentoonstelling in de loketten van het Vlaams Parlement. Jonas Wellens, de zanger van de groep. Wie zijn jullie en wat voor muziek spelen jullie? Wij zijn JFJ, genaamd naar mijzelf, Jonas Frederik Jos, wegens geen inspiratie. En we spelen indie folk, zo akoestische invloeden, maar dan harder. Ja. Wat voor een gevoel geeft het om hier in het Vlaams Parlement in de loketten op te treden voor toch wel wat publiek? Sterke nationalistische gevoelens hier voorkomen. Nee, het is... heel fijn. Ik had dat niet verwacht. Ik had niet zoveel volk verwacht. En het klonk ook nog wel leuk, want het is toch een grote ruimte en zo. Het was heel leuk, ja. Het is fijn om te doen. Ik ben blij dat ik mag komen. Smaakt het naar meer? Absoluut, zeker. Alleen ja, ik kan hier niet elke maand gaan spelen natuurlijk. Dat zou wat saai worden. Wat staat er nog op het programma? Vanavond spelen we in de Roskam in de Vlaamse Steenweg. En dan hebben we even een maandje sabbat en in de zomer gaan we terug festivals beginnen doen en zo. Dus dat wordt heel leuk. Bedankt, veel succes.